beter leven. Dierenbescherming kan toch niet? En dan heb je de dierproducten hier. Het vernietigen van het tropisch regenwoud. Voor onze ogen, als bestraffing, dat we geen vlees willen meer eten. Gaan ze het tropisch regenwoud omhakken. En dan gaan ze de soja en palmolie neerzetten. Dat al die beesten, de oer-oetang, er niet meer kunnen wonen. En daarna mag Monsanto... van alles neerzetten wat hij maar wil. En dan zijn alle dieren en alle planten en alle vogels hun bos kwijt. Alleen voor de industrie, voor een beetje geld, maken ze alles stuk. En laat de NOS, of de NOS, die zegt dat dan. Komt er iemand van de universiteit uit Wageningen en die gaat vertellen dat de reststromen van de industrie, en daar hebben ze het alleen maar over plantendelen, maar ze hebben het niet over het bloed. Maar dat bloed, dat leggen ze ook even apart, van die varkens en die koeien. En dan gaan ze dus bloedplasma van maken en dat spuiten ze weer terug in het vlees. Dus dat is helemaal slecht voor iedereen, want bloed, er zitten allemaal afvalstoffen in van medicijnen en noem het maar op. En dat is totaal slecht. En gaan ze zeggen dat de wetgeving niet goed is, dat ze nog groter en nog meer dieren willen houden in stallen. Dat alleen de wetgeving tegen zit. Nou, ga er vanuit, dieren zijn levende wezens en die hebben gevoel. En die leven en daar moet je goed mee omgaan. En alleen de industrie, die niet eens meer weet wat ze ermee moeten, maar ze willen het land ermee confisceren. Dat iedereen in een klein doosje woont en dat hun maximale winst op jouw voedsel kunnen heffen. Terwijl iedereen ziek wordt ervan. Iedereen wordt er ziek van. Alle beesten gaan dood. Overal spuiten ze gif. En ondertussen gaat de dierenbescherming zeggen dat het goed is. Nou, ze kunnen van mij de boom in. Ik ga nu mijn lidmaatschap opzeggen bij de dierenbescherming. En dit is dus de reden waarom. En dan hangen ze ook nog in een heel groot bord hangen ze er neer. Ja. Een heel groot bord hangen ze er neer. Zo. Dat het allemaal zo goed is. Met sterretjes doen ze dat. Nou, ze kunnen de boom in. Ik haat ze. Boefjes. En dan gaan ze met dat bloed, dat spuiten ze allemaal weer terug in het vlees. Het maakt niet eens uit of het varkensbloed is, dat ze terug spuiten in een koe. Of andersom, want plasma is plasma en dat heeft niks meer te maken met een dier. Dus we worden gewoon genaaid waar we bij staan. Nou, ik hoop dat het een beetje over is gekomen. De ellende. Merry Christmas. Nou, denk het toch niet. Nou, dat was hem alweer. Doe dat ook in.